Dit is die motion van deze pier, zeg maar. Iedereen komt gewoon hier zitten, sunset kijken. Die locals, ja. Ik heb niet vaak momenten dat ik gewoon zit en gewoon van dit soort dingen kan genieten, uitzicht of weet je toch? Dit soort plekken heb je ook niet echt in Nederland, voor mijn gevoel. Dus voor mij doet het heel veel. We zijn nu in Koh Samui, Thailand. Ik ben hier op een trainingskamp van een maandje. Focussen, detoxen, fit worden. Ja, ik denk in die lifestyle die ik leef, artiesten lifestyle, shows elke weekend, drinken, roken. Ik was op een gegeven moment gewoon klaar ermee, man. Je gaat op een gegeven moment gewoon merken dat je lichaam achteruit gaat. En dat het mentaal ook steeds zwaarder wordt om die stap te zetten om er wat aan te doen. Dus vandaar dat ik hierheen ben gekomen, man. Ik train elke dag, probeer ik 2 keer te trainen, soms 3. Ik heb nu even een kleine blessure opgelopen, dus ik heb 5 dagen gemist, maar ik ben nu weer aan het boksen. Dus ja man, 6 dagen in de week, 2 of 3 keer per dag. Ik haal op dit moment vooral mijn rust en voldoening echt uit het trainen, man. Het trainen, de vooruitgang zien. Ik denk de eerste keer dat ik hier kwam, kon ik nog geen halve minuut trainen zonder dat ik helemaal kapot was. Ik merk dat mijn uithoudingsvermogen gewoon beter wordt. Ik merk dat mijn fysiek beter wordt. Het moment dat je aan het trainen bent zelf, wordt ook steeds leuker omdat je het gewoon langer volhoudt. Het is minder afzien. Dus ik denk dat ik daar vooral echt van geniet, man. Ik denk dat ik sowieso veel meer tijd heb hier dan in Nederland. In Nederland heb je natuurlijk gewoon, los van verplichtingen, ook gewoon prestatiedruk. En hier heb ik dat gewoon niet, man. Hier kan ik gewoon lekker alles loslaten. Niemand kan me bellen van, joh, er is dit aan de hand. Of kom, we gaan dit doen, of kom, we gaan dat doen. Ik slaap gewoon op het kamp waar ik train. Ik sta op. Ik begin met trainen, daarna ga ik lekker ontbijten. Ga ik terug naar huis. 1-2 uurtjes slapen. En dat proces herhaal ik eigenlijk gewoon elke dag, man. In Nederland heb ik altijd dat ik begin en dan haak ik af. En ik ben nu gewoon 3,5 week zit ik gewoon strak erin. Ik merk ook aan mijn lichaam, ik word fitter, ik word groter, stabieler, sterker. Dus ik zie voor het eerst ook gewoon echt de vooruitgang. En dat doet me veel, man. Zoals ik zeg, ik ben zelf vaak begonnen, weer afgehaakt. Begonnen, weer afgehaakt. Daarom heb ik nu gewoon de keuze gemaakt om op 1 plek te zijn. Ik slaap daar, ik train daar, ik eet praktisch daar in de buurt. Dus ja, ik heb niet echt de reden om het kamp te verlaten, zeg maar.
En op het moment dat je ook gewoon resultaten gaat beginnen te zien, ja, dat motiveert je natuurlijk ook gewoon om door te blijven gaan. Maar ja, resultaten komen niet overnacht. Dus hard werken, wat je erin zet, ga je terugkrijgen. Ja, ik heb sowieso denk ik nu 6 weken, 7 weken of zo niet meer gerookt. Dat merk ik wel echt conditioneel. Het gaat nu veel beter. Drinken hetzelfde. Waar je 3-4 shows hebt elk weekend en bij elke show 2 flessen krijgt. En ze allemaal leeg zijn. En nog rook erbij. En dat je nu gewoon ja, weken clean bent. Ik denk niet dat het uit te leggen is hoe je dat fysiek voelt. Maar ik voel me gewoon echt veel beter, man. Ik ben minder moe, meer actief. Ik ben fysiek gewoon sterker geworden. Ik voel me gewoon lekker. 1 ding wat ik heel graag wilde is aankomen. Ik ben voordat ik hier naartoe kwam, woog ik 64 kilo. Ik weeg nu 73, 74 kilo. Maar ik denk vooral in de discipline dat ik ben gegroeid, man. Want, ik kan gewoon als ik wil hier uitgaan. Ik kan gaan roken, ik kan gaan drinken. Maar ik heb het tot nu toe nog steeds niet gedaan. Dus ik denk dat dat een goed teken is, man. Oké? Okay. Ja, zeker. Deze hele trip leert me om meer te genieten van het moment, man. Er zijn nu best wel veel momenten dat ik niks aan het doen ben. Zeg maar, naast trainen en eten heb ik gewoon tijd over. Ja, als je dan gewoon kan genieten van ik weet niet, als je ergens hoog op een berg zit en het hele eiland kan zien. Of als je hier bijvoorbeeld zit en de zon gewoon ziet ondergaan waar je bij zit. Ja, dat zijn toch wel momentjes om te koesteren, man. Ik denk wat impact op mij heeft gemaakt in dit land is dat de mensen qua luxe niet eens zoveel hebben eigenlijk, man. Maar iedereen lijkt gewoon in een positieve vibe te zijn. Toevallig vandaag hadden we het daarover, man. Over, zeg maar, je kan naar Dubai gaan en het is allemaal heel luxe en flashy en flexy. Maar ik geniet gewoon meer van, ja, ik wil niet zeggen goddere plekken of zo, je weet toch? Ik wil meer zeggen van de plekken waar mensen gewoon met minder middelen gewoon even happy zijn als dat mensen in bijvoorbeeld Dubai zijn. Dat vind ik gewoon tof om te zien, ook hier in Thailand. De mensen zijn, hoe zeg je dat, het lijkt alsof ze peace of mind hebben gewoon, man. Ze hoeven niet rijk te zijn. Ze hoeven geen dure kleding aan te hebben. En ze zijn gewoon allemaal hartstikke behulpzaam. Ik denk in de hele tijd dat ik hier ben geweest, dat is bijna een hele maand, heb ik nog geen 1 Thai boos zien worden. Dat is heel gek, als je erover nadenkt. Zeg maar, al zijn er situaties geweest waarin ze dingen misschien niet leuk vinden. Ik weet niet, man, op een of andere manier weten ze gewoon rustig te blijven en het, ik weet niet wat ze doen eigenlijk, man. Maar ik heb er wel heel veel respect voor. Ik hoop dat ik dat level van zelfbeheersing ooit ook kan bereiken, man. Dat is een mooie, dat is een mooie, dat is een hele mooie.